Moet er een staart opschieten. Hop, 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 hop. Starten, start. Nou, we zijn precies 10 minuten in Bolivia in het holst van de nacht aangekomen. En wat gebeurt er? De eerste beste taxi waar we instappen, direct een lekke band. Gelukkig weet cameraman Roel hoe een bandje verwisseld moet worden. En Gerard Roy die weet er ook alles van, bandlek verwisselen. En na 10 minuten kan je weer verder. Kom je op in, kan je. La Paz is een alle Jezus grote stad, de vallei volgestouwd met huizen. Rij 20 kilometer richting het oosten, dan kom je hieruit in het bivak waar de rustdag van de Dakar Rally is en waar voor ons het werk begint. We hebben net hele mikmak opgehaald, routeboek, parkeerstikken, plattegrondje, accreditatie, die gaat om de nek en dan kan voor ons het feest beginnen. En zo zitten we in het bivak in La Paz op, Kees, welke hoogte? Ik zou het niet weten. 3700, jij weet dat beter. 3264. Oh, dat is lekker laag. Ik heb het net gemeten. Ja, heb je gemeten? In je bloed. Word jij ziek op hoogte? Nee, ik leid er niks van. Van nature wel, maar nu niet. Ik ben er goed op voorbereid en dat is een groot verschil. Dus ik heb een hoogtetent gekocht met zo'n apparaat wat de zuurstof een beetje uit de lucht haalt. Dus de laatste 3-4 weken voor Dakar slaap ik in een hoogtetent thuis. Je hebt een maand in een tentje gelegen op de slaapkamer? Ik heb in de kelder, want de apparaat dat erbij staat maakt herrie. En mijn vrouw zei, die herrie komt bij ons niet in de slaapkamer. Het was gezellig in Huizenkolen. Nou, het was helemaal niet gezellig, maar ja, het werkt wel. En ondertussen is de pleuris weer uitgebroken in Bolivia. Een hoogteziekte, Roel. Jij wordt al ziek als je altijd moet, toch? Ik heb nergens last van. Alleen een beetje van de regen. Wij gaan op weg naar Uyuni, op weg naar een volgend avontuur. En dat volg je net als de rest van de Dakar Rally. Natuurlijk op omroepbrabant.nl